Nou gaan die begrip waarmee ons hier werk is die besteding op die bruto binnenlandse product. Nou, wat ons in belang stel is wat word bestee op die goederen en dienste wat binnen die grense van een land geproduceerd word. En as ons kyk na die ekonomiese deelnemers, dan sal ons sien daar is huishoudings wat verbruiksbesteding in. Met andere huishoudings koop goederen en dienste aan wat binnen die ekonomie geproduceerd word. Plus investering deur privaat firmas, plus overheidsbesteding wat goederen en dienste aankoop en dan plus uitvoere, want dis waar die buiteland ons goederen en dienste aankoop, maar dan minus die invoer. Nou hoekom word invoere afgetrek? En die rede is besteding deur huishoudings, firmas en die overheid is ook op die invoere. En as ons nou wil weet wat is die besteding op die goederen en dienste wat ons geproduseer het, moet ons derhalwe invoere aftrek. So hierdie begrip sluit die uitvoere in, maar invoere word uitgesluit.